Osaka Boys uit of thuis is een wereld van verschil. Maar thuis won Osaka Boys de laatste 8 wedstrijden. Dit is een goede voorzet richting El Azouti. Eerste kans in de wedstrijd voor de ploeg van Baks. In Lisse werd het 1-0 voor FC Lisse. Nu het balbezit voor Gari, die snel. Gari en... Oh, wat een goede goal zeg. Aanvoerder start met de 1-0. Het lijkt allemaal zo simpel. Maar hier is veel getraind door de Osaka Boys. De voorzet en de goal. Goed, en stout. Eerder bij de bal dan Raus. Pires Tavares richting Mendes Moreira. Deze had wel mogen zitten, Moreira. De redding van der Werf. En zo zijn de beste kansen in de openingsfase voor de thuisploeg. Ideale omstandigheden voor een leuke zaterdagmiddag voetbal. Goeie hoekschop van Mendes Moreira. Die had er ook zomaar in kunnen vallen. En zo oogt Osaka Boys na een zwaar dubbel paasprogramma best wel fris. Dit is de kans voor Van der Putten. Op aangeven van de aanvoerder van Lisse, Vermeulen. Van Inge. De bal richting El Azouti. Van de Zwet werkt weg. Mendes Moreira kan oppikken. Meteen is er weer beweging bij Stout. Stout en ook komen. Wat dom, wat dom. Ja, Ruperti is een ervaren scheidsrechter. En is een terechte strafschop. Voor de Osaka Boys. Nooit een sliding nemen in de 16. Want je gaat voor het gaas. En dat doet dus Lisse ook. En Pires Tavares, de man die vertrekt na dit seizoen bij Osaka Boys met de 2-0. Dan de tweede helft. Foutje bij Van der Werf, Van Inge bijna. En zo is Osaka Boys hier de meester in deze thuiswedstrijd. En kan Buijs gewoon lekker gaan zitten. Komen, weggestuurd door Buijs. Komen met de voorzet. Weggewerkt door Van Inge. Van de Putten. Komen zou kunnen. Komen wordt gevonden. En in de korte hoek Richard Arends. Zowaar een mogelijkheid voor Lisse. Dat slechts 1 wedstrijd wist te winnen in de laatste 5 competitieduels. Dit is geen buitenspel omdat Stout de bal laat lopen voor Sonmez. Stout. Nou, schiet binnen zou ik zeggen. Goeie reactie van Van der Werf. En zo is Osaka Boys nog mild in de slotfase. We zitten inmiddels in blessuretijd. En het is uitgerekend de verdediger Niels Buijs. Die scoort met het hoofd. Maar deze treffer komt natuurlijk veel te laat. Osaka Boys doet wat het moet doen. Het wint dus van laagvlieger Lisse. Dat veel te laat weer terugkwam in de wedstrijd.